Friends ben ik weer. Vandaag heb ik voor jullie iets heel leuks. Ik heb vandaag voor jullie ik moet even nadenken hoe deze poppetjes heten. Een poppetje. En ik weet niet welke dit is. Ik hoop op Starlight Glimmer. Dit zijn My Little Pony poppetjes. En dit zijn Squishy poppetjes. Ik ben benieuwd wie dit is. Ik hoop op Starlight Glimmer. Dat is een paars poppetje. En een hele mooie cutie mark. Wie is het? Is het erin? Kijk dit papiertje. Nou, dat is een waarschuwing. En we hebben Starlight Glimmer. Hoe cute. En dit is haar cutie mark. Nou, dit is een visible. Nou, dan ga ik even voor jullie nu de camera omdraaien. Want we gaan nog iets leuks uitproberen. Ik heb bij de blokken gescoord. We gaan deze LOL Charm Surprise Charm Fizzer uitproberen. Ik heb een bakje hier voor me staan. Dus ik draai jullie heel even om. Nou, hier zit mijn moeder. Als jullie heel even naar beneden zetten. Dan kunnen jullie even, als ik even het beeld dichtbij brengen. Dan kunnen jullie een beetje zien hoe het eruit ziet. Deze charm bestaat uit een ringetje. Een tattoo ring voor jou. Een plakker voor je charm. En de charm zelf. Dus ik zeg heel eerlijk, ik heb dit nog nooit gedaan, dus ik weet niet wat ik van verwachtte. Zo, op een andere video ziet die rits er wel makkelijker uit om open te krijgen. Hoe zit het te dichtbij? Ik ga hem iets minder van mijn gezicht af. Ja, het klinkt echt grappig. Zo, deze zit al strakker vast dan die andere. Oh, hier heb ik de checklist voor de charm. Nou, er zit een heel verhaal aan vastgeplakt. Ik krijg het er heel moeilijk af. Nou, dat is het eerste laagje. Dan krijgen we nu het tweede laagje. Hieronder zit de ring. Zie Dickie die dingen gaan moeilijk op. En we hebben een blauwe bal, zie ik. Ik krijg hem niet open. Nou, als ik weet. Ik volg Eveline Moreen. Nou, daar zit niet zo'n charm op een LOL Surprise doll openmaken. Dat wel simpeler uit. Nou, hier heb ik de ring en de sticker. Ik wist niet dat ze aan elkaar vast zaten. Ik leg heel even het balletje opzij. Bij onze sticker is een. Oh, een Yankee. We hebben een Jankert. Een Jankert. Nou, dat is het poppetje. Nou, dat is de, kan het karakter ook normaal gesproken een poppetje zijn. En dit is het stickertje. Een sterretje. Een gouden ster. En dan hebben we hier het balletje. Nou, dan moet ik alleen even uitvogelen waar dat dit open moet. Het gaat heel moeilijk open. Oh, ik had eigenlijk van tevoren even een schaartje moeten pakken, jongens. Eén momentje, ben ik zo terug met een schaartje. Nou, mensen, ben ik weer. Ik heb een schaar gevonden. Nou, gaan we nou even kijken of we dit open kunnen. Ah, auw! Ik zat in mijn vinger. Ik wou zeggen, kijk of ik dit nou open kan krijgen. Die dingen gaan echt lastig open. En ik zat in de charm net. Dan ziet het op video zo makkelijk uit. En dan ziet het in het echt is het heel moeilijk. Johanne zit in beeld. Mama. Mijne? Ja, je handen zitten een stukje in beeld. Nee joh, grapje. Oh, kijk dan. Mijn balletje. Met LOL. Nou, jongens, grote moment. Ik ga met water laten vallen. Niet zo veel. Ah! Moet je dat dan in bad doen? Nee, je kan het gewoon in een bakje water laten vallen. Ja, maar is dat dan normaal weer in bad? Nee. Waarom niet? Is dat geen... Het is een charm, het is gewoon een figuurtje wat je in het bad hebt. Mag ik even ruiken? Het is niet hetzelfde als een bruisbal. Ja, maar het ruikt wel hoor. Ja, het is ook een visser, daarom. En dan het beeld door jouw lamp. Vis. Door jouw lamp wordt het beeld groen. Oh my god, dit is gaaf. Oh, het ligt ook een beetje op tafel. Sorry, hier. Dat kan je zo weghalen hoor, dat is niet zo'n probleem. Oh, erg lekker. Jeetje.
Nou, zij, volgens mij kan ik het gewoon in bad doen. Jongens, ik ben zo benieuwd wat voor een charm hier uitkomt. Is dat dan voor jongens? Nee, jongens, op video. Mijn kijkers. Ja, dan zeg je dat toch? Ja, maar namelijk met jongens, vind ik leuk. Nee, kijkers is leuker. Ah, wat hoe raar zeg. Weet je, Mina. Mijn scherpstem. Ja, waar staat die scherp? Ik moet plassen. Met het geluid dat hij maakt. Het is laag. De munt van Loch Ness. Ja, leuk geluid, jongens. Ja, ik heb geen, net als Dion, een onderfamilie, dus dan kan ik niet zeggen. Diepe mensen van de onderfamilie, hier heb ik wat voor jullie ofzo. Oh jongens, ik kan hier al een stukje van de charm zien volgens mij. Ik kan hier al een stukje zien. Ik weet niet waar ik nou net geëindigd ben, maar ik wou even verder filmen, want ik draaide hier net om. Ik ga heel even nu zelf even verder kijken hoe dat deze charm oplost. En dan laat ik jullie zo meteen zien hoe de charm eruit is gekomen. Tot zo! Ik had jullie, lieve mensen, ik had jullie beloofd dat ik hem zou volgen nadat de volgen filmen nadat hij uitgebruist was. Maar volgens mij is hij nou al klaar, dus. Dit is de charm. Ik snap alleen niet, je moet een sterretje op deze charm, dat was een sticker. Ik snap alleen niet waar je hem op moet plakken. Er staat nergens iets op dat charmpje waar dat je een ster moet plakken, ik zie niks. Nou, dit is de charm. Blauwe voetbal. Hij blijft doorschuimen, dat stukje. En dit is het haakje voor de charm. Nou, eigenlijk heb ik hem dan laten zien, dus. Nou, dan bij deze tot de volgende keer. Oh, ik moet wel even mijn gezichtje laten zien, anders is het niet meer leuk. Uitzoomen. De camera is helemaal nat, fijn. Zo, tak en ik heb heel scheef. Nou, dan bij deze zie ik jullie volgende keer. Of het is een vlog of iets anders. Dat zien we volgende keer. Bye!